De Fransen winnen vandaag de XL koppenkoers, maar ik denk dat jullie het meest opgelucht zijn. Ja, zeker. Gisteren heb ik even een slechte dag. En Raymond was gisteren ook niet super, dus zeiden gisteren al van ja, we moeten het ergens weer terugpakken. Alleen verwachten niet dat je het vandaag weer terugpakt. Sta je in punten nog iets achter, maar daar maak ik me niet heel druk om. We hoeven niks te doen, dus we moeten alleen maar profiteren van de andere koppels die zich naar de kloten rijden. Ja, ik zag ook een frisse Kreder vandaag. Ja, ik had het tegen Wim gezegd, van gisteren was ik niet super en vandaag in de eerste koers voelde ik gewoon weer dat het zoals de eerste dag was. En wij hebben perfect geprofiteerd van de topfavorieten voor de eindzege en daardoor hebben wij een rondje terug kunnen pakken. Ja. Ja, ik sprak Wim gisteren. Jullie zijn natuurlijk ook een nieuw koppel, moeten nog een beetje elkaar inspelen. Maar qua snelheid zijn jullie natuurlijk een van de snelste koppels, dus dat belooft nog wat. Ja, we gaan er zeker nog voor. We hebben gelukkig nu die ronde terug en we hopen dat we nog goede 4-3 dagen zullen hebben. Oké. Okay. Je ging nog een laatste keer erg hard, Wim. Was misschien iets te hard? Ja, misschien wel, maar ja, ik wou niemand mee hebben. En ja, ik heb hele goede benen en Raymond ook. Dus ik denk, ja, nog een keer alles of niets en dan zien we wel. Ja, het werd niets, maar we gaan het nog wel vaker proberen.